Hallo iedereen, dit is Bjarren, oftewel Blivius, en welkom bij weer een nieuwe episode van Let's Play Car Mechanic Simulator 2015, met een Blivius natuurlijk. Voor vandaag gaan we weer eens even kijken, denk ik, wat we allemaal kunnen gaan doen en welke auto's we kunnen gaan fixen en zo. Even kijken, stuur voelt los en remproblemen. Ik denk dat we die wel kunnen doen, de rest wijs ik af en deze neem ik aan. Zodat ben je een klein beetje, misschien wat auto's tegengekomen met wat meer uitdagingen en zo. Godsamme, echt serieus, wat een ontzettend lelijke auto. Ik heb helaas geen beter woord voor over dan het is gewoon een ontzettend lelijke auto. Stuur voelt los en remproblemen. Nou, voor dat soort problemen moet de auto wel omhoog eigenlijk. En dat kan min of meer niet anders. We halen de wielen er even vanaf. En we kijken eventjes wat er aan de hand is. Het is momenteel trouwens 9 uur 's nachts voor de mensen die het zich afvragen. Oh, sorry. 9:15. Mijn excuus. Het is momenteel 9:15 's avonds. En wij staan hier momenteel lekker auto's te fixen. We verwijderen even de onderdelen waarvan we denken dat het een probleem kan zijn. De ABS-pomp ziet er ook een beetje slecht uit. Dus die haal ze er ook vanaf. De buitenste spoorstang gaat er vanaf. De verbindingstuk gaat er vanaf. Want het ziet er ook wel slecht uit, hè. Tenminste, ik vind het er niet lekker uitzien. Tot zover. Deze gaat er ook vanaf. Ondertussen gaat de telefoon even lekker over. Zo. Dan gaat de remblok en de remschijf die gaan er vanaf. De buitenste spoorstang en uiteraard de binnenste spoorstang. En de verbindingstang. Wat moet je zonder? En die halen we ook voor de zekerheid even eruit. Het probleem met de remmen kunnen zich natuurlijk ook aan de achterkant voordoen. Dus we gaan ook nog even lekker naar de achterkant heen. En dan, dan zien we wel eventjes wat hier stuk is. Even kijken. De remklauw is in ieder geval stuk. Dat wordt hem helemaal niet. Die remschijven, die kunnen nog er wel mee door. Ik denk althans dat deze hier, die is stuk. En hoe zit het met die? En die. Dat zit allemaal goed. Alleen, die is daarmate wel stuk. Dat kun je wel zien, denk ik. Dan moet die er ook in vanaf. Zo. En die. Goudjes naar de andere kant. Haal daar ook het wiel er vanaf. En precies dezelfde onderdeel zijn er ongeveer stuk, zeg maar. En dan de remklauw er vanaf. Zo. Hoe zit het met de remblokken? Die mogen ook al vanaf. Deze is, ja, die valt ook onder stuk. Deze mag er ook vanaf. En die ook. En deze mag er ook vanaf. Nou, dan gaan we even kijken tot hoe ver we zijn gekomen. Als het goed is missen we nog één onderdeel. Twee. We hebben dus nog een probleem met de remmen. Maar dat kan de ABS module en de ABS pomp kan dat zijn. Dus dat is wat te verklaren, zeg maar. Even kijken. Ja, het zijn allebei stuk. Dus dat is dan te verklaren uiteraard. Die halen we er netjes vanaf. De ABS pomp gaat eruit. En we nemen alles mee naar de bank. En we moeten alles slaan tot het 53% is. Nou, dat ging niet lekker. Daarmee moeten wij dus kopen. Even kijken, inventory. De aandrijving moeten we hebben. Een binnenste spoorstang 2 maal. Buitenste spoorstang 1 maal. Een stabilisatorstang A. Klem, strop, bladveer en een bladveerdrager. Die gaan we gewoon eventjes snel kopen, denk ik. Even zien. Auto-onderdelen. Aandrijving. Die moet 2 keer. Die moet 1 keer. Die moet 2 keer. Die moet 2 keer. En die moet 2 keer. Dan hebben we die. 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 En die. En die. En die. En die. En die. Nou. Dat is alles. De remmen. We hebben 1, 2. We hebben 2 nieuwe remklauwen nodig. 2 geventileerde remschijven. Even kijken, remblok hebben wij er 1, 2 van nodig. Remschijf hebben we er eentje van nodig. Toch, remschijf eentje, ja. En ABS-pomp en ABS-module. Gaan we naar de remmen. ABS-pomp, module. Hier 2 van, daar 2 van. Daar 2 van, daar 1 van. Nou, dat was alles al een beetje volgens mij. Even kijken. 2 stuks. De geventileerde remschijven ook 2 stuks. De remklauw 2 stuks. De remschijf, de ABS-pomp en de ABS-module. Oké, heel mooi. Dan kunnen we die vrijwel direct gaan terugplaatsen eigenlijk. Omdat,
De auto is verder klaar, dus die krijgt een gloednieuw ABS systeem. Kiel mag er maar blij mee zijn. Zo, ABS module teruggeplaatst. Nou, even de auto omhoog en dan de wielen aan de achterkant even terugplaatsen. Met de remklauwen natuurlijk. Waar moet je zonder remklauw? Kun je niet gek veel, denk ik. Zo. Oké, heel mooi. Gaan we even naar de andere kant heen. Die krijgt een nieuwe remschijf. Nieuwe remblokken en een nieuwe remklauw. Nou, daar zal ik wel hartstikke tevreden mee zijn, denk ik. We moeten niet vergeten om die achterstukjes terug te hangen, want dan kun je zo heel snel vergeten eigenlijk. Dus de bladdrager gaat terug. Die klemstrop gaat erop. Zal ik twee goede aan deze kant hangen? Oh, gewoon doen. Gewoon twee goede aan de andere, ene kant hangen en twee slecht aan de andere kant. Kan niet fout gaan, toch? Zo, bladverjaardrager. Heel mooi. En deze ook terugzetten. En dan gaan we naar de voorkant heen. Dan moeten we ook het een en ander nog even terugplaatsen, zoals de binnenste spoorstang. Die mag terug. En de stabilisatorverbindingsstang dingetje mag terug. Zo. En de geventileerde remschijf, de binnenste spoorstang. Heel mooi. Remblokken. Remklauw. Heel mooi. Zo, klassiek wieltje en zo. Alles hartstikke mooi. Eventjes naar de andere kant heen gaan. Zo. De stabilisatorverbindingsstang gaat ook weer terug. Heel mooi. Binnenste spoorstang. Buitenste spoorstang. En de geventileerde remschijf. De remblokken en de remklauw. Zo, die gaan allemaal terug. En dan het voorwiel. Even netjes terugzetten. Zo. En als het goed is, hebben we nu alle onderdelen weg. Dat klopt inderdaad. Dus we kunnen naar de orde en de auto is meteen weg. Goed. Nou, dan gaan we even naar de telefoon heen. Vind en repareer aandrijfproblemen. Vind en repareer alle mankementen in de versnellingsbak. Nou, dat is geen probleem. Aannemen dan maar. En dan gaan we kijken wat deze auto voor ons in petto heeft. We zetten hem eventjes op de linkerlift. En we moeten volgens mij sowieso even onder de auto kijken. Aandrijvingsprobleem. Ik denk dat het hoe dan ook onder de auto te vinden is. Zal ik eens even kijken in de motor? Ja, ik denk dat we dit allemaal onder de auto mogen gaan doen. Aandrijvingsproblemen zijn 9 van de 10 keer wel eigenlijk onder de auto te vinden. Dus dat is lekker makkelijk. En zo, die gaan eruit. Heel mooi. Met de remmen zijn trouwens geen problemen. Het is puur de aandrijving. Dus dan moet je denken aan de binnenste spoorstang, buitenste spoorstang, ophanging en dat soort dingetjes, zeg maar. Zo, die gaat ook vanaf. En zo. Zou dat irritante dingetje daar in het midden ook om behoren? Ja, die hoort daar vast wel in. Die hoort er vast wel bij. Dus dan moet waarschijnlijk dit stukje er ook uit. Want dat ziet er ook al stuk uit. Dan moeten we wel de rem voor loshalen. Dus dat is geen probleem. Kijk, zie je de voorwielnaaf? Is ook helemaal stuk. Dus dat kun je wel vergeten. Even kijken. De stuurstang is ook kapot. Die doorvoertuilen is ook stuk. Die mag eruit. Die doorvoertuilen ziet er ook niet meer goed uit. En dan pakken we deze eventjes eruit. Want hier zal ook wel het een en ander weer verborgen en stuk zijn. Hier vooral al, denk ik. We halen het spul er even uit. Voorwielnaaf, ja, die is gewoon beschadigd. Ik snap alleen niet hoe ze dit stuk van het wiel eigenlijk kapot kunnen krijgen. Ik bedoel, ja, het is een voorwielnaaf. Het zal wel waar wezen, maar oké. Even kijken, 3. Oh, die moet je op de testbank. Oké, dat vind ik wel een beetje een raar iets om dat er vanaf te halen, hoor. Maar goed. Wie ben ik? Ik haal het er gewoon vanaf. En we zien wel wat het... We zien wel hoeveel het is, dat die beschadigd is. Zo. Nou, nu we toch al hier zijn, kunnen we ook direct even beginnen met het demonteren van de gearbox. Dat is lekker tof vooraan. Even zien, kunnen we hierbij. Ja, aandrijfas gaat eraf. Zo, en we gaan even naar de andere kant. Aandrijfas is sowieso een rot ding om er vanaf te halen. Een hele versnellingsbak die is al stuk, dus moet je nagaan. Die heeft dat hele ding gewoon verknaakt. En die gaat er dus vanaf. De koppelingslager is stuk. Als de spul in het midden ook stuk is, dan hebben we een nog groter probleem.
Ik hoop dat die geen problemen heeft. Oké, die heeft gelukkig geen problemen. Dat scheelt weer. Echter hebben we nog wel problemen met de aandrijving. Wij gaan eens even aan de achterkant kijken wat daar stuk is. Nou, we zien hier al sowieso dat dit kleine ding zal waarschijnlijk al versleten zijn. Bij deze dus wel. En even kijken wat we hier hebben. Hier zie je ook iets versleten, dus dit kan er ook vanaf. Zo. En dit is puur instinct wat ik nou doe. Hè. Dus, ik weet niet of de opdrachten wel goed zijn, ja of nee. Ik heb ook geen antwoorden op internet of wat dan ook. Dit is allemaal puur intuïtie, zeg maar. Dit is gewoon puur wat je aanvoelt als je langer Car Mechanic Simulator speelt, zeg maar. Dus dan weten jullie dat ook weer. En op een gegeven moment weet je ook wel wat je eruit moet halen en wat je kunt laten zitten. Bijvoorbeeld deze. Kijk, je kunt de schokdempers hier gewoon eruit halen en de band kun je laten zitten. Dus dat is wel handig. Alle onderdelen hebben wij gevonden en moeten minimaal 48% zijn om gefixt te worden. En dat doen we dan ook. Kijken hoe ver we komen met al die onderdelen. Tot de 48%. En, die is al stuk. Oh, sloeg ik bijna toch een band stuk. Nou ja, even kijken wat wij nieuw moeten bestellen. We beginnen met de aandrijving. Dat is een buitenste spoorstang, een schokdemper K4, een voorveer, een dubbel pijpschokdemper. Doorvoertule, nog een keer een doorvoertule. Twee keer een binnenste spoorstang. Dat is allemaal goed. Een klemstrop bladveer. En een achterschokdemper B. Even kijken, daar halen we onze tablet er even bij. En dan gaan wij de aandrijvingsdingetjes even opzoeken. Sowieso, achter heb ik niet nodig. Binnenste spoorstang twee keer. Doorvoertule. Een doorpijpschokdemper heb ik nodig. Die heb ik nodig, maar volgens mij was dat niet twee keer. En die heb ik ook nodig. Dit zal wel goed zitten. Voorveer. Voor mij heb ik nog wel een paar dingen vergeten. Binnenste spoorstang, die heb ik. Heb ik een voorveer? Even kijken, was een voorveer? Ja, voorveer heb ik. Die heb ik ook. Doorvoertule heb ik twee keer. Binnenste spoorstang heb ik ook twee keer gekocht. Die heb ik ook gekocht. En, oh, een achterschokdemper B. Die ben ik vergeten. Achterschokdemper B. Even kijken. Daar. Oké, en dan heb ik... Kan ik die dan... Die heb ik al verkocht. Dan kan ik even kijken bij de versnellingsbak. En daar hebben wij nodig een koppelingslager en een drukplaat. Koppeling. Even kijken. Versnellingsbak. Die. En die. En dan kan die weg en die weg. Heel mooi. Nou, dan gaan we even beginnen met het monteren van de achterkant. En nou, eens even kijken hoe ver we komen. Nou, die is mooi behoorlijk opgeknapt. Dus die klant die kan er echt niet meer ontevreden zijn. Dus bij deze even een dikke middelvinger als je ontevreden bent. Kom op, even dat laatste dingetje dat je erin moet doen. Zo, hè. Even de band terug. Zo. Nou, gaat helemaal goed. Klemstrop even terug. Zo, gloedje nieuw. Nou ja, dat zit wel vast, denk ik. En even de andere kant. Bladveer gaat terug. De schokdemper gaat terug. Die is gloedje nieuw. Simno stralen, dat ding. De doorvoertule, die wonderbaarlijk genoeg niet stuk is. De klemstropjes gaan er weer aan. Heb ik een klemstropje te veel gekocht? Ik zou wel een klemstropje te veel hebben gekocht, denk ik. Nou, daar kan ik ook een beetje van profiteren, lijkt me. We gaan even de kleine doorvoertules erin zetten. Vergeet ik hier nog iets? Ik denk dat ik hier nog iets vergeet, maar ik kan zo snel niet zeggen wat dat is. We gaan even naar de andere kant. Kom op, ik kon hier net nog bij. Heel goed. De stuurstang gaat terug. De wieldraagarm aan de onderkant gaat terug. Zo. Binnenste spoorstang, buitenste spoorstang, terugzetten. Nieuwe schokdempers, mooie veer erop. Zo, hoedje erop. Allemaal nieuw, nieuw, nieuw. Doorvoertule is nieuw. De stabilisatorstang. Jezus, hoe moet ik dat nou kunnen zien dan? Helemaal niet toch? Voorwielnaaf, zo, ook weer terug. Wat je allemaal niet kunt bereiken als je ergens gewoon keihard met een hamer opslaat, hè? Hoe krijg je het voor elkaar? Waarom ook probleem met de remmen? Nee, die zijn 49. Die mag erop blijven. Ha!
Nice. De wiel erop. En dan zo. Hoppakee. Nice. Hartstikke leuk. En dan doen we even deze doorvoertoelen doen we terug. Hoppakee. Erin. En dan gaan we naar de andere kant. Heel mooi. En dan de binnenste spoorstang. Buitenste spoorstang. Hoppakee. En dan de veer. En het hoedje. Verbindingstuk. En de wielnaaf. Geventileerde riemschijf. Dinges en de remklauw. Remschijf bedoel ik natuurlijk. Geen riemschijf, dat bestaat niet. Zal bestaan, maar het is in ieder geval niet het onderdeel. En dit wiel als laatste terugzetten. Zo, hartstikke mooi. Dan moeten we vooral niet vergeten om het koppelingsgedeelte terug te zetten. Anders heeft die beste man natuurlijk helemaal niks aan. Zo, een nieuw onderdeeltje. Hartstikke mooi. En die, de koppelingslager. En de vernieuwde versnellingsbak met een paar kleine schrammetjes erop. Waar die kerel zich helemaal niet drukker moet maken. Maar ja, aangezien dat nu hartstikke mooi is, opgelost. De starter die mag wel terug, want die was nog wel prima in orde. En dan kan het aandrijfas kan ook terug. Zo, die daar, hup, hup. Hartstikke mooi, en als het goed is kan die auto nu weg. Hoppakee. Nou, dames en heren, dat was even een snelle Car Mechanic Simulator episode voor vandaag. Ik hoop dat jullie de episode leuk vonden, zowel even een blauwe duimpje omhoog als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En wil je graag meer van mijn video's zien, abonneer dan gerust op mijn kanaal. Dames en heren, ik wil nogmaals zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.